Ter ere van hun 50 jaar bestaan voegt Amnesty Leider-Leider dorp kunstwerken van drie leidse kunstenaars toe aan hun mensenrechtenwandeling. Die ingrediënten uh, zijn zout en uh, bakmeel. En die heb ik uh, dus laten vallen in een uh, zwarte, ronde schaal. Het eindresultaat heb ik gefotografeerd en dat is het ontwerp geworden voor de uh, schoonloopmat. Het mensenrecht, wat uh, bij mijn kunstwerk verbonden is, is ook het, uh, het recht op uh, welzijn en uh, levensstandaard. En brood is ook in culturen en religies een uh, symbool van leven. Dus het heeft een spirituele betekenis. De combinatie van het feitelijke brood met de ingrediënten en de spirituele betekenis vond ik uh, heel erg goed matchen met, uh, met de mensenrechten. Het is een kunstwerk waar je uh, overheen loopt, waar je doorheen loopt. En ook daarin uh, geldt hetzelfde principe: dat het voor iedereen gelijk is. En dus de rechten zijn ook voor iedereen gelijk. En dat is naar mijn gevoel waar Amnesty ook voor staat. Dus dat, uh, uh, het viel eigenlijk allemaal samen. Vanuit. Uh... Laten we zeggen, de werkgroep, hebben wij op een gegeven moment nagedacht hoe wij het 50-jarig jubileum van de werkgroep Leiden-Leidendorp zouden kunnen vieren. Ook in coronatijd. Want dat is natuurlijk best een puzzeltje. Zo kwamen wij op het idee om nog eens goed te kijken naar de bestaande mensenrechtenwandeling in Leiden. En als je daar met de ogen van nu naar kijkt, dan was het eigenlijk wel tijd om te actualiseren. Niet alleen vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid, maar ook eh, rechten van vrouwen, rechten van homo's. Eh, nog steeds eh, recht op eh, vrije journalistiek, eh, informatievergaring. Ontzettend belangrijk eigenlijk wel in deze tijd. En het was vroeger alleen een boekje, een verhalenpapier, een flyer, maar er is ook een app. Frans Vos koos samen met het Lucas van Leidenfonds de drie kunstinstallaties uit. Als je bij de universiteit kijkt, dan hangen hele grote spiegels die naar de lucht schijnen. En dat is natuurlijk echt de vrijheid, de ruimte die je moet hebben in denken en doen. Uh, wat staat voor de uni universiteit. het Kamerling-Onders gebouw, waar nu de rechter facu faculteit zit. dan heb je het uh, kunstwerk van Isaac Zwartjes. Uh, wat zeg maar een soort hut en een boot is, dus echt de symbolen van vluchtelingen. En de bakkerij. Die een religieuze achtergrond heeft, die een uh, armoedekant heeft, waar allemaal maatschappelijke organisaties uh, in werken, waaronder ook het vluchtelingenwerk. Uh, daar heeft Inge Reis, Reisbeman zeg maar, de primaire dimensies van het leven, van brood en water, zeg maar, ook tot uitdrukking gebracht. Dus die wisselwerking tussen locatie, mensenrechten en kunst, ik denk dat dat uh, heel veel uh, uitdrukkings. Uh, kracht heeft. De mensenrechten kunstroute wordt zondag 18 juli officieel geopend en is te volgen via een app en een flyer. De beschrijving start bij het stadhuis, maar je kunt natuurlijk ook je eigen rondje kiezen.